Michael van Hoof hoeft nooit na te denken welke attractie hij als eerste verovert. Hij heeft alleen maar oog voor zijn geliefde Turbopoliep. Wanneer heeft u voor het laatst ingezeten, meneer van Hoof, in de Turbopoliep? Even kijken. Dat is de laatste keer in Weert, zeg maar. Ik ga er best heel vaak in. Ja? Ja. Ik ga wel 5 keer achter elkaar of 10 keer. Ik word er niet ziek in, nee. Want wat doet de Turbopoliep nou precies? Soms zeg ik, die draait rondjes. En dan gaat hij de gondels draaien en de bakjes. En daarna gaat hij dan een doodje op de knopje. Dan gaat dan die bol omhoog, zeg maar. En dan maakt hij zo'n beweging dat hij op en neer gaat, zeg maar. Daar maakt hij een heel geweldige show van. Hele mooi. Wie is dat? Hans van Tol. Ja, dat is de eigenaar daarvan. Hé, hey, Simine. U houdt wel echt van de kermis, hè? Ja. Je ziet er een paar attracties eraan, zeg maar. De Turbopoliep. En de Booster Max. En de autoscooter. Allemaal zelf gemaakt, zeg maar. Allemaal met mijn hoofd. Ik zie een microfoon liggen daar. Ja, dat klopt. Oké, sluit u aan, haalt uw penning aan de kassa, je kunt er mee instappen. Oké, komt-ie. Oh. Oké, komt-ie. Speciaal voor jullie. Nice. Here we go. Yes. Stay safe. Doe het. Ja. U heeft al heel goed geoefend, hè? Ja. Ja, doe ik heel veel, zeg maar, heel vaak. Ja. Vind ik zelf ook heel leuk. Dus als ik dan in die echte poliep zit, als de Hans dan ook zo of die kreten zo doen door de microfoon, vind ik gewoon geweldig. Bent u een beetje bekend met de mensen op de kermis? Ja. Ja? Vooral als ik aan de notenkraam ben, zeg maar. Ik koop dan zakken nootjes. Dan roepen ze meteen, alles goed met jou? Alles in orde? Ik zeg, ja hoor, alles prima. Hoi. Ja, daar staat hij. Ja, echt mooi. Ja, super. Hoi, hey. Alles goed? Ja, dat. Ja. Dat de maandag verteld. Ik wist niet, ja, dat was niet er zo helemaal verzeten van was. Oké. Ja. Hoeveel kaartjes heeft u nou? 10. En blijft u dan 10 rondes erin zitten? Ja, maak hem maar op. Oké, we go, let's move. Daar komt hij weer, we doen het flitsend snel. Hier ben je wel, daar komt hij weer. Kent u Michael van Hoof? Ja, ja? Ja, ik ken hem van omdat hij altijd bij mij in attractie zit natuurlijk. Hij komt vaak, heel vaak in de regio Brabant, komt hij heel vaak naar de kermissen waar ik sta, zeg maar. Ja, want hij is echt een fan van u, hè? Ja, is het zo? Ja, ja. Dat wist ik natuurlijk niet. Hij is helemaal gek van u. Ja? Ja. Er is voor hem maar 1 Turbopoliep en dat is de Turbopoliep van Hans van Tol uit Weert. Nou, dat klopt ook wel hoor. En dat is ook zo. Hoi. 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 Oké. Wil je de radio over mee? Hoi. Hoi. Goed. Ja. Ja, ik begrijp dat jij hem ook een keer aan wilde zetten, hoor ik. Dus dan gaan we dat eventjes doen. Hoe voelt dat, meneer Van Hoof? Geweldig. Ja? Geweldig, ja. Woehoe, woehoe. 2 kaartjes.
Alright, we zien de wezen in healthy penning. Come on, do it. Super polyp. Come on, here we go. Hij heeft heel goed naar u geluisterd, hè? Ja. Healthy penning aan de kassa van de volgende rit. Come on, let's go. Moet je de wezen merken dat dit de eerste keer is. Oké, daar komt hij. Here we go. Nice and slow. Here we go. Oké, we gaan een beetje gas geven met dat ding. Komt ie, let's go, here we go. Wow. Hoe was het? Geweldig. Ja? Ja, echt mooi. Super. Echt geweldig. Dat is een mooi begin van het kermisseizoen, hè? Ja. Nou, dat kan hem echt niet meer stuk. Ja, dat is echt heel geweldig. Echt waar. Come on. Allerlekkerste lekkerste. Hey, come on. Dit moet je voelen. Simply the best. Come on. Meneer Van Hoven, heeft u enig idee hoeveel mensen uw filmpje bekeken hebben? Ik denk heel veel. In 2009 bezocht Man bij het Hond kermisliefhebber Michael Van Hoven. Hij is gek van de turbopoliep. Het filmpje werd een regelrechte internethit. In ons jubileumjaar gaan we terug naar deze grote kermisfan en maken we kennis met Joeri, die na het zien van het poliepfilmpje ook in de ban raakte van de attractie. Mag ik hem even op mijn hart zetten, mama? Het is wel heel erg hard, hoor. Oké, komt-ie. En wat vind jij nou zo mooi aan die turbopoliep? Ja, hoe die beweegt. En u bent nog steeds gek van de turbopoliep van Hans van Tol? Ja, dat klopt. En hoe vaak op een avond gaat u daar nog in als u er bent? 10 of 20 keer erin. Als het echt heel lekker weer is, dan ben ik niet uit te slaan uit de ding, zeg maar. Joeri, wat heb je hier allemaal? Kun je het eens uitleggen? Ik heb daar de booster staan, de katapult, de jumper, de turbopoliep. Dat is de turbopoliep? Dat is de turbopoliep, maar nog niet af. Als ik op de kermis ben en dan komen mensen naar mij toe. Oh, ben jij van de jongen van de turbopoliep van Man bij het Hond? Ik zeg, ja, dat klopt, dat ben ik. Oh, ik wil je graag op de foto of een keer in de turbopoliep inzitten. Ja, dat was afgelopen vrijdag ook gebeurd, dus er kwam eens een jonge dame die vroeg, oh, ben jij van Man bij het Hond van de filmpje? Ik zei, dat klopt. Ze gingen samen in een turbopoliep zitten. Lekker, come on, baby. En Joeri, wat is dat voor attractie die je nu ronddraait? Dat is de Booster Max. Dat is eigenlijk dezelfde attractie als de normale booster. Alleen is een tikje groter, maar maakt wel dezelfde beweging. En wat is nou eigenlijk je droom op kermisgebied? Om een keer de echte turbopoliep te bedienen. Ja? Ja, dat is echt mijn droom. Hallo. Zo. Als je wil mij een keer een showtje geven als je wilt, door de microfoon. Oké, let's go. Nou, doet hij wel goed. Ja? Ja, show geven, ja. Ja, zal ik een keer een voorbak doen? Met een microfoon? Wacht even, hand zetten. Oké, come on, we gaan starten. Dan komt hier, let's move, here we go. Come on, come on, de lekkerste. Come on. Woo! Booster staat er ook mooi bij nou, hoor. Wat lief? De booster staat er ook mooi bij nu. Ja. Ja, heel leuk. Meneer Van Hoof, ja. Hoort u hem al? Ja. Dat is Hans van Tol. Komt-ie weer een beetje meer. Gaan we alles vasthouden. Alles goed? Alles goed, Hans. En je hebt weer een nieuwe OBS meegenomen, zie ik. Ja, klopt. Joeri. Hans van Tol. De Hans van Tol, Joeri. Ja. Hoe is het om hier te staan? Ja, vet. Ja? Zou die een keer mogen draaien, meneer Van Tol? We gaan een keer een uitzondering maken dan. Ah, yes. Ja. En mag Michael er dan in, meneer Van Tol? Doet hij altijd dus. Hoeveel keer gaat hij op een avond?
Nou, ik denk wel eens 30 keer. Ja. Laatste plaatsen. Meneer Van Tol, is het een beetje een acceptabele show? Perfect. Ja? Ik zeg dat tegen mijn zoon, hij weet de nummertjes op het geluidenkastje misschien nog wel beter dan ik. Nou, hoe was het? Geweldig. Ja? Echt kikken. Hoe doet hij het? Hartstikke goed. Ja? Ja. Zou je hier je beroep van willen maken? Als het kan wel, ja.